Welkom, Xanthe, hier bij de jonge jury. Dankzij jou staat het geweldige, spannende boek Voorlopers van Mirjam Hildebrand op de leestiplijst. Wat heel belangrijk is om te vertellen over dit boek, is dat het een fantasyboek is. Hè? Dus de werkelijkheid ja, kan alle kanten opgerekt worden. Het gaat over de 15-jarige Emma. Een Emma die voelt zich eigenlijk altijd al anders dan anderen. Ze, ze, ze voelt veel meer, ze weet veel meer dan anderen. En dan ontmoet ze de mysterieuze Filana, en die vertelt haar dat haar vader bij de groep De Voorlopers zit en in Frankrijk woont. En ze heeft haar vader al twee jaar niet gezien. Welk personage uit De Voorlopers zou jij nou eigenlijk graag willen ontmoeten? En wat zou je die persoon willen vragen? Eigenlijk wil ik heel graag Emma ontmoeten. Maar ik heb een vraag voor Simon. En dat is uh, waarom hij Emma nooit over De Voorlopers heeft verteld... en dat zij ook een voorloper is. en uh, Behalve dat hij haar en zichzelf wilde beschermen. En als je mocht kiezen, hè? wie zou jij graag willen zijn in de voorlopers? Ik zou heel graag Ama willen zijn, omdat hij me heel speciaal lijkt en ook heel cool. En omdat ik heel graag Noran zou willen ontmoeten, omdat hij Ama dierbaar is. En wat zorgt er nou voor dat jij s'avonds laat nog met je zaklamp, s'avonds laat tot diep in het donker, dit boek nog ging doorlezen en het niet kon wegleggen voordat het uit was? Um, je... Wilt weten wat dan nou werkelijk in dat dromen gebeurt? Want ze krijgen haar dromen en of ze zo ook nog meer krijgt. En je wil in de mystieke wereld van de voorlopers duiken en zo wil je het boek dus ook uitlezen. Fantastisch, ontzettend bedankt voor je tijd.